Dames en heren, dank aan Noordhof voor de uitnodiging om een aantal dingen tegen u te zeggen vanochtend in een keynote. Ik zou graag iets willen zeggen over de ontwikkelingen in het onderwijs, zoals ik die zelf de afgelopen jaren heb ervaren. Natuurlijk ben ik zelf ook, daar kwam in het eerste gesprekje al eventjes, werd eraan gerefereerd, hebben wij natuurlijk allemaal onderwijs genoten. Dus tot op bepaalde hoogte ben je ook onderwijsexpert. Iedereen die wel eens op een voetbalveldje een balletje getrapt heeft, weet iets van voetbal en denkt dat hij bondscoach is. Zo geldt het ook voor het weer, de Nederlandse spoorwegen. Het zijn allemaal vraagstukken waar we allemaal heel veel verstand van hebben. Waar staan we nou in het onderwijs, zou je de vraag kunnen stellen, als je de slag wil maken naar wat dan gepersonaliseerd is of onder die noemer voor een deel op scholen gebeurt? Als ik luister naar mensen die lang in het onderwijs werkzaam zijn, gisteravond sprak ik er nog een aantal, die zeiden, de beweging die wij de afgelopen 5 jaar in het onderwijs zien, en dan wordt er vooral gesproken over het voortgezet onderwijs, is eigenlijk een beweging die de 10, 15 jaar daaraan voorafgaand niet of nauwelijks bestond. Er was sprake aan het begin van deze eeuw van een bepaalde mate van stilstand in het onderwijs. Er was sprake van bovenaf, wordt vaak gezegd Den Haag, van bovenaf opgelegde veranderingen, studiehuis, gaan ze allemaal maar verder. Waar mensen in het onderwijs zich niet of te weinig in herkenden, zich op een bepaalde manier aan irriteerden, omdat het eigenlijk niet of weinig effectief was. En in ieder geval niet een beweging was die vanuit de scholen, vanuit het veld zelf kwam. Tegelijkertijd, ons onderwijs was en is nog steeds kosteneffectief. Als je kijkt naar het voortgezet onderwijs zoals het ook nog aan het begin van deze eeuw was, dan is het goed. Met het geld wat we erin stoppen leveren we een hele fatsoenlijke prestatie. We staan in de internationale rankings in de subtop van de wereld, in Europa bij de top. De vraag is of je bij die ultieme top in de wereld moet willen horen, want dat zijn allemaal Aziatische tijgers waar kinderen ongelooflijk op een sodemieter krijgen als ze met een 8,5 en niet een 10 thuiskomen. Dus ik denk dat we die vorm van onderwijs niet zouden moeten willen hebben. Ik denk dat het misschien beter is om in die rankings in de subtop te zitten en kinderen te hebben die tot de gelukkigste in de wereld te behoren, dan dat je, zoals Zuid-Korea, bovenaan in die ranking staat, maar dat je ook bovenaan in de ranking van suicide onder kinderen staat. Dus ongelukkige kinderen. Dus het gaat om uiteindelijk ook het onderwijs, leerlingen in het bredere perspectief te zien en te beschouwen. Maar ons onderwijs was en is goed. Als gezegd, kosteneffectief, maar er waren wel en zijn een aantal, denk ik, fundamentele vraagstukken waar we ons over buigen, waar zo langzamerhand antwoorden op worden gevonden, die veel dynamiek geven en die mij tot heel veel optimisme brengen. Optimisme over de ontwikkeling die ik zie in de scholen. Is het niet dagelijks, dan op zijn minst wekelijks dat ik op een school ben. En daar zou ik iets over willen zeggen. Want een van de dingen waar wij ons toch over moeten buigen, dat is dat we in eerste instantie ons onderwijs ontzettend gecompartimenteerd hebben. Het is PO, VO, MBO, HO, WO. We hebben ook de wet PO, VO, MBO, HO, WO. Bij het departement heb je de directie PO, VO, MBO, HO, WO. In het beste geval praten ze met elkaar, meestal niet. En dat zegt dus iets over de kwetsbare elementen in ons onderwijssysteem, namelijk dat het sterk gecompartimenteerd is. Dat geldt ook voor onszelf. Je hebt de PO-raad. VO, we gaan zo verder. Hè. Wij wonen nu samen sinds al een jaar of twee met de PO-raad. Nou, dat is al een hele toestand. Dat gaat overigens goed hoor, dat samenwonen. Maar daar ligt wel een enorme uitdaging. Want die leerling, die heeft een onderwijsloopbaan die daar zo
ongecompliceerd mogelijk doorheen zou moeten gaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. De overgangen in ons systeem zijn kwetsbaar. Over gepersonaliseerd gesproken. Gisteravond, was er nog weer iemand die zei, ja, het is toch eigenlijk raar dat we, als we kijken naar het basisonderwijs, waar mensen op de PABO leren om te kunnen differentiëren, al naar gelang talenten van leerlingen, waar we het net een beetje over hadden. Mensen in basisonderwijs vinden zelf dat dat nog heel veel beter kan. Dus soms wat cynische, soms wat harde of genadeloze kwalificaties die mensen in het voortgezet onderwijs bezigen, die komt er ook gisteravond mijn enkeling weer op neer. Die zegt, ja kijk, die leerlingen die zijn eigenlijk gewend om in een grote mate van variëteit met elkaar 8 jaar die loopbaan te hebben tussen 4 en 12 op weg naar de middelbare school in al die klassen. Dat zijn de toekomstige, ik kan maar zeggen, van pro tot en met gymnasiumleerlingen, zitten allemaal bij elkaar. En die leerkrachten in het PO die doen een stinkende best om zoveel mogelijk te kijken naar waar liggen de talenten van die leerlingen, hoe kunnen we dat nou beter doen. Enfin. En wij, zei dan iemand gisteren, wij leren het ze binnen 3 maanden af. Wij leren het ze binnen 3 maanden af, want ze komen in een stroom, pro, VMBO met een 3-4 niveaus, HAVO of VWO. Ik heb dat ook wel vaker de sjoelbak genoemd. U heeft allemaal gesjoeld vroeger. Voor die luikjes is het PO en daarna ga je het VO in. Nou, je moet die schijf eens proberen in dat andere stroompje te krijgen. Hè. Daar ben je echt heel lang mee bezig, zeg maar, als je het spel netjes speelt. Dus dat lukt je niet. Nou is dat natuurlijk een gechargeerd beeld. Maar het raakt, zal ik maar zeggen, visualisaties helpen. Het raakt aan de typering zoals sommigen die over het voortgezet onderwijs geven. Is dat nou het beeld van vandaag? Nee, dat is niet het beeld van vandaag. Want naast de kwetsbaarheid die hem zit in de overgangen, zit er ook nog wel een andere kwetsbaarheid. En dat is dat wij vanuit de kosteneffectiviteit die dit systeem ook nogmaals, hè, dus tot goede prestaties leidt. De professionals zou ik absoluut een hart onder de riem willen steken. Daar zo nog iets meer over. Maar het is natuurlijk allemaal wel toch uiteindelijk in het voortgezet onderwijs in essentie vrij klassiek. Hè, met de busopstelling en 30 kinderen in de klas. Leraren die veel lesgeven, ook daar zo nog iets over. En het is eigenlijk, ik bedoel, excusez le mot, maar het is op een bepaalde manier toch in de traditionele zin, het is toch een vorm van massaproductie. Hè, dus je krijgt een advies, we douwen je door dat systeem, zal ik maar zeggen. En wat wij niet hebben, dat is dat de organisatie zich aanpast aan de leerling, maar wij persen de leerling door dat systeem, van 4, VMBO, 5, HAVO, 6 jaar VWO en praktijkonderwijs. Vaak ook 5 of 6 jaar. En dat systeem, dat schudt op zijn grondvesten. En daar ben ik blij mee. Ik ben blij om te zien dat dat systeem op zijn grondvesten schudt. Dat een aantal jaren geleden scholen zelf tot de conclusie zijn gekomen, dit is niet langer houdbaar. Want er is nog een derde element wat kwetsbaar is. Toen ik in die procedure zat om voorzitter van de VO-raad te worden, toen zei men natuurlijk allerlei dingen. Ze waarschuwden voor van alles en nog wat. De kruiwagen en de kikkerscholen, groot, klein, stad, platteland, denominaties, weet ik het allemaal. Het is een heel breed veld. Nou, oké, dat proberen we dan wel met elkaar op te lossen. Maar er is ook nog iets anders, zei men. De cultuur in het onderwijs is nogal intern gericht. Het is niet zo dat op die scholen als vanzelf de luiken openstaan. Dat hoorde ik nadat ik begon 3,5 jaar geleden heel veel op die scholen. Maar ik zag eigenlijk ook iets anders. Ik zag dat heel veel scholen bezig waren met het antwoord op de vraag, wat vraagt die buitenwereld nou voor onderwijs? Wat voor competenties en vaardigheden
vraagt de arbeidsmarkt, vraagt het vervolgonderwijs en hoe kunnen we daar een zo goed mogelijk antwoord op geven? En dat vond ik dus eigenlijk heel hoopgevend. Ik was daar positief over en ik was eigenlijk veel positiever over de verbinding en de beweging tussen de buitenwereld en de binnenwereld van de school. Omdat de school natuurlijk als op zichzelf een soort samenleving is en het natuurlijk cruciaal is dat die ontwikkeling op die scholen op een bepaalde manier gelijke tred houdt met de ontwikkeling in de buitenwereld. Voor een deel gaat daar de vraag over hoe het curriculum zich zou moeten ontwikkelen, ook daarover. Want het curriculum is niet van de school, het curriculum is natuurlijk voor een deel van de school, maar het curriculum is eigenlijk van de samenleving. Daar wordt de vraag beantwoord, wat moeten leerlingen kunnen en kennen? Dat wordt in algemene termen gedaan. En we hebben gelukkig een systeem waarin ouders en kinderen in het voortgezet onderwijs, maar dat geldt ook in het basisonderwijs, keuzes hebben. Scholen zijn niet allemaal hetzelfde. Ik koester de kracht van ons onderwijs dat je kunt kiezen tussen de denominaties, dat je kunt kiezen tussen scholen met verschillende pedagogisch didactische visies, van vrije scholen tot reformatorische scholen, van Jena-planscholen tot PC-scholen. Er is wat te kiezen. Dat brengt mij dus tot dat optimisme. Het brengt me tot het optimisme dat de scholen ook bezig zijn om na te denken over de vraag, hoe kan ik ook de organisatie aanpassen aan leerlingen. Daar is dan in de sfeer van de randvoorwaarden nog wel iets over te zeggen. Want wie moeten het uiteindelijk doen? Dat zijn de professionals, dat zijn de docenten in de klas. Maar niet alleen zij. Het begint toch uiteindelijk, ik ben heel blij dat er veel aandacht is tegenwoordig voor de positie van de schoolleider. Want de schoolleider is de eerste in de school en dan is de schoolleider de man of vrouw die leiding geeft aan de school zoals een kind en een ouder een school zien. Namelijk het gebouw daar, niet onderdeel van het bestuur, meerdere locaties, et cetera. Gewoon zoals we huiselijk een school noemen. Die is in staat om de eerste aanzetten te geven tot wat de visie is van die school, gebaseerd op de pedagogisch-didactische visie, denominatie, whatever. En die visieontwikkeling is cruciaal. Je moet je mensen daarin meenemen. Maar elke professional in de school, OP, ik zou bijna zeggen OP en OOP, onderwijsondersteunend personeel, de conciërge, de secretaresse, voor de mensen die niet dagelijks in het onderwijs werken, die moeten eigenlijk elke dag weten wat hun bijdrage is aan het realiseren van die visie die een bepaalde strategie vergt of vraagt. Die vraagt ook, onderwerp van vandaag, gebruik maken van nieuwe technologie. Ik heb heel veel de afgelopen jaren gehoord van mensen, ja, dat verhaal over maatwerk, talentontwikkeling was al 20 jaar, werd ook al het verhaal verteld. Toen strandde het ook. Dat zijn dan de optimisten. Ik heb laatst op een internationale onderwijs, ik begreep het goed, maar internationale onderwijsconferentie, was er iemand die zei van, ja, in het onderwijs is het heel erg, ja maar, we moeten dat een keer veranderen in ja en. Dat vond ik wel eigenlijk grappig. Maar dat vonden de onderwijsmensen niet allemaal even grappig. Maar dat ja en gaat ook over het gebruik maken van nieuwe technologie. De samenleving is vergeven van nieuwe technologie. Het dringt langzamer de school binnen dan dat het de zorg in gestormd is. Maar het is niet meer weg te denken. En nieuwe technologie is geen doel op zich, maar het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke tool om te benutten om die personalisering en die talentontwikkeling ook mogelijk te maken. Want dat boek is star, je kan die 12 hoofdstukken door. Nou ja, goed, ik hoef het u allemaal niet te vertellen. Daar spelen uitgevers een ongelooflijke belangrijke rol in. Daar moet die publiek-private samenwerking verder op gang komen. Ook dat is superbelangrijk. Maar ik zie die beweging ook groeien. Er is geen verzet meer. Er is wel natuurlijk een bepaalde mate van handelingsverlegenheid. Dat vraagt ook nieuwe vaardigheden. Het vraagt ook een cultuurschok waarbij als je eerste grader bent en je denkt van nou, weet je, ik heb het geleerd, nu ga ik doseren. Dat je dat idee verlaat. En dat je ruimte maakt voor
permanente educatie. Dat je nooit uitgeleerd bent. Ook dat is iets waar we nog veel meer aan moeten doen. Maar ook daar zie ik de beweging in de goede richting. Als het dan gaat om de randvoorwaarden, dan is de randvoorwaarde dat leraren in het voortgezet onderwijs beter leren differentiëren. Daar kunnen we iets van leren in het basisonderwijs. Daar kunnen HAVO en VWO soms iets leren van de dynamiek in het VMBO of het praktijkonderwijs in kleinere groepen. Maar die docenten weten dat beter. Een andere randvoorwaarde is dus de positieve prikkel. Ik zei iets over de inspectie en het goede gesprek wat wij met hen hebben. En een derde randvoorwaarde is tijd. Is tijd voor docenten. Ik ben er heilig van overtuigd dat onze docenten 1. Niet de maatschappelijke waardering krijgen voor het vak wat zij verdienen. Dat het topsport is wat zij leveren. En dat zij ook meer lessen in een fulltime dienstverband, of als het 0,8 is, dan gaat het rekensommetje ook op, dat zij meer lessen geven dan de ons omringende landen. En dat we een verschuiving moeten maken van lestijd naar ontwikkeltijd. Dat een fulltime dienstverband van 25 lesuren, dat dat gewoon ten koste gaat van de kwaliteit. Dat dat stapsgewijs naar beneden moet. We hebben ook tekorten, dus we willen kinderen niet naar huis sturen. Dus dat kan alleen maar stapsgewijs. Maar dat maakt dat het onderdeel van een agenda is waar het imago van het vak beter wordt. Waarin de arbeidsmarkt voor docenten aantrekkelijker wordt. Misschien met een beetje salaris, met misschien betere doorstroomkansen en carrièrekansen en doorlopende leerlijnen. Misschien ook met andere uitdagingen, maar ook met ook permanent leren als onderdeel daarvan. En ook een betere balans tussen lesgeven en voorbereiden. En misschien dat we ook toe moeten naar een andere balans tussen lesgeven in de school en daarbuiten. Daar kan ik nu niet over uitweiden, maar ik denk wel dat daar veel muziek in zit, ook voor leraren zelf. Want te veel leraren zijn door de situatie gedwongen eigenlijk jaren te veel opgesloten te zijn in die school. En als ik mensen zie, is een keer naar het buitenland gaan, is een keer naar een andere school, is een keer een week in een bedrijf. Hoeveel energie dat oplevert, dat zie je gelijk terug in de school. Alles met elkaar, dames en heren. Ik ben optimistisch. Ik zie een beweging. Ik zie dat professionals allemaal, nagenoeg allemaal, hart hebben voor de zaak. Dat als het gaat om het belang van de leerling, dat iedereen in het onderwijs daarop aanspreekbaar is. Dat wij de uitdaging hebben om te denken in doorlopende leerlijnen voor leerlingen. En dat wij overgangen moeten verbeteren. Dat wij de uitdaging hebben om nog beter te kijken naar de talenten van leerlingen en de organisatie aan te passen aan de leerling in plaats van de leerling door de organisatie te douwen. Maar dat als wij deze beweging maken, als we het samen doen als community, als we de af en toe bestaande sfeer van wantrouwen tussen docenten en hun leiding weten te overstijgen. En met elkaar in het belang van die leerling de uitdagingen van het toekomstige onderwijs aandoen, dan denk ik dat wij op de beste rankings heel hoog kunnen eindigen. Dank u wel en een geïnspireerd congres gewenst.